Welkom bij Vastgoed TV. Naast mij zit Dominique Krikovits. Zij is eigenlijk de organisator van deze eerste dag, eerste salon van de mede-eigendom. Mevrouw Krikovits, hartelijk gefeliciteerd met uw nieuw project. Maar waarom wou u dit absoluut organiseren? Omdat wij voelden vanuit de sector dat er een nood was aan een dergelijk forum voor syndici en mede-eigenaars om elkaar te ontmoeten en om de professionalisering van het beroep ook aan te tonen aan het groot publiek. Want dat was heel bijzonder in uw opzet. Jullie wilden eigenlijk zowel de professionele mensen hier hebben als het grote publiek onder één dak. Ja, absoluut. Omdat de mede-eigenaars ook beslissingen kunnen nemen. Omdat mede-eigenaars ook recht hebben aan informatie die de syndici ook over beschikken. Dus dat was eigenlijk de bedoeling. Want er is blijkbaar veel vraag naar informatie. Daar is heel veel vraag naar informatie, ja. Ja. En niet alleen zijn er hier vandaag veel standhouders, we kunnen dat ook zien in de video's. Ja. Maar jullie hadden ook de minister van Justitie, Koen Geens. Absoluut, ja. Ja. We zijn er heel fier op. Ja. En, dat er een nieuwe wijziging komt in de wet op de mede-eigendom. Ja, de aanbevelingen van minister Koen Geens zijn in maart bekendgemaakt. En we weten dat tegen volgend jaar een nieuwe wet op mede-eigendom zal in voege treden. Dit was ook heel belangrijke informatie voor de standhouders en voor de bezoekers. Wat ik vooral onthouden heb, is ook dat men zegt in die nieuwe wetsbepalingen, wie niet meewerkt aan het beheer van het gebouw, zal ook dat beheer niet meer kunnen blokkeren. Ja, inderdaad. Ik vind dat een heel sterk signaal. Blokkeren in mede-eigendom is uit den boze. We moeten allemaal samenwerken, de syndici, de mede-eigenaars rond in land, om betere gebouwen en een beter beheer te bekomen. Ja. Nu bent u uiteindelijk ook betrokken bij UVS, de Unie van Vlaamse Syndici. Ja, ja. Als belangenorganisatie kan ik mij voorstellen dat u zegt, er waren nog een paar dingen die wij toch ook graag in die wet hadden en die er nog niet in staan. Ja, absoluut. We hadden een aantal voorstellen die er niet in staan, maar bon. Het is nooit te laat voor ooit dat te doen. En wat zou u nog op tafel leggen? Nu sowieso zouden we willen dat de VME's, de Vereniging van Mede-eigenaars, ook bevoorrechte schuldeisers zijn. Mm-hmm. In geval van faillissement of wanbetalers, zodanig dat andere mede-eigenaars daarvoor niet moeten opdraaien. Dat is zeer belangrijk. Ja. Dus minister Koen Geens was hier, standhouders, groot publiek. Dus ik denk, het is nog niet gedaan voor vandaag, maar ik denk dat we nu al kunnen zeggen, dat is eigenlijk een groot succes. Hè? Ja, we kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag. Ja. Ja, met veel bezoekers, bijna 3000 bezoekers. Ja, absoluut. En ik denk dat u dan gaat zeggen, afspraak volgend jaar. Absoluut, afspraak volgend jaar, 29 november. Opnieuw hier in Paleis 3 van Brussels Expo. Wij hopen nog meer en nog beter te doen. Oké, okay, gefeliciteerd met uw project. Dankjewel. En wij gaan het blijven volgen op Vastgoed TV en ik nodig u uit om dat ook te doen. www.vastgoed-tv.be. Dankjewel.